Bij ons na de wedstrijd KSK Heist, White Star Brussels, einduitslag 1-1. Simon Vermeijer, de laatste tijd goed op drijf. Je eerste volledige wedstrijd sinds het blessure leed. Is de uitslag correct of hebben jullie meer verdiend? Uitslag correct. Ik moet er nog een beetje over nadenken. Het is zo direct na de match. Maar ik denk eerst en vooral dat er daar een goal is afgekeurd die eigenlijk binnen was. Ik denk, uit mijn positie was het duidelijk dat de keeper hem echt nog achter de lijn weghaalt. Dus eigenlijk denk ik 2 punten verloren. Op de tweede plaats denk ik ook dat we een betere ploeg waren. Dat we eerst zelf veel gevoetbald hebben. Dat we denk ik 70-30% balbezit hadden. En dat die mannen van minuut 4 tijd zijn beginnen winnen. En dat werkte heel frustrerend. En ik denk dat we op het einde weer een aantal goede kansen hadden. Een paar kopballen, omhaal. En dan die bal over de lijn die afgekeurd wordt. Dus ik denk dat we meer verdiend hadden. Maar ik denk dat we 1 punt moeten onthouden. Is dat we terug heel de match hebben gestreden als een ploeg. Dat we niks hebben weggegeven, denk ik. Ik denk dat ze geen één deftige kans hebben gehad. Buiten 1 foutje. Dus ik denk dat we die eerste helft van vorige week hebben rechtgezet. Met deze weekend als ploeg te vechten en goed in blok te spelen. Klopt helemaal over dat afgekeurde, over de doelpunt, bal over de lijn, al dan niet, wat we het nog hebben, maar dat heb je dan ook meteen beantwoord. Eerste helft was er ook al even opschudding toen een doelpunt van Bart Webers werd afgekeurd. Ja. Ik had de indruk dat de bal van de tegenstander kwam daar. Yannick doet een goede actie naar binnen, hij shot, die bal wijkt af. En dan tikt Webers hem binnen, typische Webersgoal denk ik. Dat kan ik niet beoordelen. Ik ben geen scheidsrechter, ik ken het reglement niet van buiten. In het begin van het seizoen had de coach ons een paar nieuwe regels uitgelegd. Die ben ik ondertussen al vergeten. Dus ja, ik weet het niet. Ik had gehoopt dat hem telde. Het zijn 2 afgekeurd doelpunten. Ik denk dat dat ook iets een belangrijk punt is van onze wedstrijd. Dat we eigenlijk 3 golen maken. Waarvan 1 zeker onterecht afgekeurd, denk ik. En de andere, daar kan ik geen oordeel over vellen. Maar ik denk dat we de 3 punten zeker verdienen. En dan is al de zoveelste keer op rij. Over dat tijdwinnen nog eventjes gesproken. De scheidsrechter geeft aan de doelman Viviani geel in de laatste minuut van de wedstrijd. Had hij daar niet vroeger moeten ingrijpen? Ik zeg het. Ik denk dat hij van minuut 4 al had kunnen beginnen met kaarten te geven voor tijdwinnen. Zowel de keeper als die mannen die de bal die daar achter de platen ligt. Elke normale mens pakt die een bal. Nee, die mannen beginnen in de eerste helft al te taffelen en die bal niet op te nemen. Dus ik denk dat dat duidt op de manier van werken in dat team, in die club. Maar meer woorden wil ik daar ook niet over vuil maken. Het is weer een bittere pil om door te slikken, maar ik denk dat we het een goede moeten onthouden. Dat we als ploeg hebben gevochten en dat we ons uiterste best hebben gedaan om die 3 punten thuis te houden. En volgende week terug thuis tegen Dessel, dan de 3 punten? Dat hoop ik. Ik denk als we spelen zoals vandaag, dat het geen 3 keer op rij gaat zijn dat we zoveel pech gaan hebben. Vorige keer hebben we de kansen niet afgemaakt, onze eigen fout. Vandaag hebben we de kans eigenlijk wel afgemaakt. Maar zit er misschien een foute scheidsrechterlijke beslissing tussen. En hopelijk valt volgende week alles op zijn pootjes en winnen we die match. Oké, bedankt Simon. Goedenavond.